Welkom bij deze presentatie loopbaanoriëntatie en begeleiding voor VMBO 2 basis en kader. Hierin worden de stappen besproken die genomen moeten worden om de keuze te maken van KB2 naar KB3. In het tweede jaar wordt gestart met de voorbereiding van de profielkeuze voor het derde jaar. Er is gestart met het volgen van oriëntatielessen. De leerling kan dan nagaan of deze lessen overeenkomen met de persoonlijke interesses. Ook is door de mentor uitleg gegeven over de profielkeuzes en vinden gesprekken tussen mentor en leerling plaats over deze keuze. Er worden 4 verschillende profielen aangeboden. Daar kom ik later op terug. In het derde jaar volgt de leerling theorievakken en een beroepsgericht vak. Dit dient als oriëntatie op het vervolgonderwijs. Het beroepsgerichte vak wordt tussen de 14 en 16 uur per week gegeven. Dit is afhankelijk van het gekozen profiel. Zoals aangegeven start de voorbereiding op de profielkeuze in het tweede jaar. Dat wordt gedaan door praktische profieloriëntatielessen te geven. Daarnaast is 24 februari de Doedag bij Scalda georganiseerd, waar leerlingen deelgenomen hebben aan 2 verschillende workshops. In de week van 22 maart gaan we met de leerlingen naar het Industrieel Museum in Sas-van-Gent, waar de leerlingen kennis maken met verschillende technische workshops. Daarnaast vinden nog gastlessen en/of bedrijfsbezoeken plaats. In de les wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding door gebruik te maken van het programma Integrip. Hierin maken de leerlingen verschillende opdrachten om zo te onderzoeken welke profielen bij ze passen. De leerling kan kiezen uit 4 profielen: dienstverlening en producten, DMP, zorg en welzijn, ZNW, horeca, bakkerij en recreatie, HBR, en de vakmanschapsroute techniek, VKR. Het praktijkvak binnen deze profielen wordt elk 14 tot 16 uur per week gegeven. Het aantal uren is afhankelijk van het gekozen profiel. Nu ga ik kort de vakken bespreken die gegeven worden in KB3. In BK3 zijn een aantal vakken verplicht die binnen elk profiel gegeven worden. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, KCKV, lichamelijke opvoeding, mens en de religie en maatschappijleer. De leerling kiest een profiel met een profielvak. Daarnaast wordt 1 keuzevak gekozen dat bij dit profiel hoort. Bij het kiezen van het keuzevak is het belangrijk dat de leerling het vak interessant vindt en dat het past bij de vervolgopleiding die eventueel gevolgd gaat worden. Een voorbeeld: als je wiskunde laat vallen, wordt het lastig om de opleiding procesoperator te volgen. Ik ga nu in op de 4 profielen waaruit gekozen kan worden. Van belang is dat de leerling altijd 6 verplichte vakken kiest die gevolgd dienen te worden in elk profiel. Deze heb ik daarnet besproken. Daarnaast kiest de leerling een profiel dat hij of zij wilt volgen en vervolgens wordt een keuzevak gekozen. De keuze die de leerling maakt geldt voor 2 jaar. Het gekozen profiel wordt dus in het derde en in het vierde leerjaar gevolgd. Hier ziet u de profielen zorg en welzijn en horeca, bakkerij en recreatie. De verplichte profielvakken bij zorg en welzijn zijn zorg en welzijn, biologie en voorkomen van ongevallen en EHBO. Bij het profiel horeca, bakkerij en recreatie zijn de verplichte profielvakken HBR, economie en wiskunde. Daarnaast ziet u dat bij het profiel zorg en welzijn nog een vak gekozen dient te worden door de leerling. De leerling kan kiezen uit wiskunde of maatschappijkunde. Bij het profiel HBR is geen mogelijkheid tot het kiezen van een profielkeuzevak, omdat hier al 2 theorievakken in het verplichte gedeelte staan. En bij het profiel zorg en welzijn staat 1 theorievak in het verplichte gedeelte. Hier ziet u de profielen dienstverlening en producten en vakmanschapsroute. De verplichte profielvakken bij dienstverlening en producten zijn DMP, economie
en ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten. Bij het profiel vakmanschapsroute zijn de verplichte vakken VKR, NASC 1 en wiskunde. Bij het profiel DNP dient nog een keuze bij de profielvakken gemaakt te worden. De leerling kan kiezen uit wiskunde of biologie. Bij het profiel VKR is geen keuze mogelijk bij de profielkeuzevakken, omdat hier al 2 theorievakken in het verplichte gedeelte aangeboden worden. In het derde leerjaar worden 2 nieuwe vakken aangeboden. Dit zijn NASC 1 en biologie. Bij NASC 1 leert de leerling over krachten, elektriciteit, het weer en snelheid. Hierbij gaat het naast leerwerk ook om rekenwerk met formules. NASC 1 is bij u waarschijnlijk beter bekend onder de term natuurkunde. Biologie. Dit jaar volgen de leerlingen nog het vak Mens en Natuur. In het derde jaar is dit uitgesplitst in biologie en NASC 1. Bij biologie leren de leerlingen over het menselijk lichaam, planten, de natuur en de dieren hierin. Aan het einde van de maand maart dient een keuze gemaakt te worden voor het profiel dat in het derde jaar gevolgd gaat worden. Deze keuze maken de leerlingen in de mentorles op de computer. Natuurlijk is het belangrijk dat voor deze les al goed nagedacht is over het profiel en de keuzevakken die eventueel gekozen gaan worden, door dit thuis te bespreken en de keuze door te nemen met de mentor. Nadat het keuzeformulier in de mentorles is ingevuld, wordt dit geprint. Vervolgens neemt de leerling dit mee naar huis en wordt dit ondertekend voor akkoord door de ouders of verzorgers. Daarna levert de leerling dit weer in bij de mentor en worden de formulieren bij de decaan gecontroleerd. Aan het eind van het derde jaar maakt de leerling weer een keuze. De leerling kiest dan voor de verdiepingsdelen die aangeboden worden in het vierde jaar binnen het huidige profiel. Na het behalen van het examen kan de leerling dan starten op een mbo-opleiding. Meer informatie treft u aan op de website van het Lodewijk College. U gaat hiervoor naar www.lodewijkcollege.nl. U kiest ondersteuning, decanaat en vmbo. Hier treft u ingesproken presentaties aan, PowerPoint-presentaties over de verschillende profielen en een bijlage met het profielkeuzeformulier. Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de decaan, mevrouw Pauwels, via e-mailadres pauw@lodewijkcollege.nl. Ook kunt u contact zoeken met de LOB-coach, de heer De Haas. Zijn e-mailadres is sha@lodewijkcollege.nl. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar deze presentatie.